Op de Blockchain Expo in de RAI spreek ik met Arnoud van der Meulen. Hij gaat een gedecentraliseerde exchange beginnen en die heet Blundit. En ik ga hem even vragen over Blundit, wat dat nou voor een project is. Maar ook vooral over gedecentraliseerde exchanges en daar het verschil van. Want dat is me altijd nog een beetje, daar ga ik een paar aantal domme vragen over stellen. Arnoud, we kennen allemaal gecentraliseerde exchanges met een orderboek en liquiditeitproviders. Maar hoe werkt dat nou in een gedecentraliseerde exchange? Wat wordt daar nou samengebracht? Ja, nee, inderdaad. Dus in een centrale exchange is er eigenlijk een centrale partij die bewaart alle crypto's en die zorgt dat er via een orderboek partijen bij elkaar komen. Ja. Wat is het verschil nou met een gedecentrale exchange? Dat werkt via een automatic market maker, een AMM. Je treedt dus als het ware tegen een liquiditeitspool in plaats van dat jij tegen anderen treedt. Een liquiditeitspool, oké. En wat ik denk dan dat is iets waar iedereen zich kan bij aansluiten. Heel veel verschillende kleine liquiditeitenproviders. Die sluiten zich aan bij een of andere smart contract of zo. Ja. En dan en wat is dan het idee? Exact. Nou, laten we bijvoorbeeld Ethereum nemen. Ethereum is bijvoorbeeld, ja. De grootste blockchain. Die heeft de native Ethereum token. Maar die hebben projecten zoals een Chainlink op hun platform. Als je Chainlink wil kopen, dan moet er een liquiditeitspool gevormd worden met een native token, Ethereum en Chainlink. Mensen kunnen die liquiditeit beschikbaar stellen en worden hiervoor gecompenseerd in een bepaald percentage per jaar om zo rendement te maken. Gegarandeerd percentage of de winst die ermee gemaakt wordt? Nee, een gegarandeerd. Hoe zit dat contract in elkaar? Dat is van hoe de liquiditeit bepaald wordt en wat het percentage dat bepaalt. Dat zijn ook die successen dat als het langer staat en het heeft. Oké, de contract gaat naar dat gaat zo aan. Dus als het goed werkt. Na wordt bepaald de tijd in die boer gaat met ja. Dus er is alle tools, maar bij Ethereum, ook bij andere, zeg maar, kom je naar liquiditeit. Wat doe jij nou al decentraliseren? Bij jou heb ik Ethereum staan en dan wil ik iets anders kopen. Wat gebeurt er dan? Nou, exact. Eigenlijk heb je niet bij ons Ethereum staan. Dus, ik heb ergens Ethereum. Ja, dus het begint met een wallet. Je hebt bijvoorbeeld een MetaMask wallet waar we veel mee werken. Ja. Daar heb je Ethereum op staan. Je verbindt je wallet via onze beurs met het tradeplatform. Nou, je kiest een andere token uit. Daarin maak je een verbinding mee en ga je automatisch het swappen. Ga je automatisch de order doen van je Ethereum, je Chainlink wallet. Eigenlijk die liquiditeit tegen de mensen. Waar komt het oorlog in de partij van de. Eigenlijk is het interessant, als je koopt als verkoopt, dan heb je iemand thuis zit. En als jij verkoopt, in de liquiditeitspool van Link en Ethereum. Met je Ethereum uit die pool. Nou, als je in korte tijd veel schommelingen hebt, er is bijvoorbeeld veel vraag om Ethereum uit de liquiditeitspool te halen, ja. Dan zou die, wat eigenlijk betekent dat je Chainlink verkoopt, zou dus betekenen dat die prijs van Chainlink ten opzichte van Ethereum naar beneden gaat. Ja. En zo heeft dat een marktwerking wat de prijs tot stand brengt. Fascinerend. Oké, hoeveel van die liquiditeitspools zijn er eigenlijk gedecentraliseerd? Voor hoeveel muntjes? Als je nou Ethereum hebt, die hebben een heleboel muntjes die uit Ethereum voortkomen. Hoeveel is dan alleen maar 1% waar fatsoenlijke liquiditeitspools zijn? Of is het al veel groter? Ja, dat is een hele goede vraag. Een goede vraag. Mooi. Ja. Ja, en er zijn dus per tokencombinatie zijn er meerdere liquiditeitspools. Je hebt een aantal hele grote aanbieders van Uniswap. Die hebben sowieso de grootste liquiditeitspools. En daar zijn ook regelmatig de beste prijzen op te vinden. En ons platform zou je dan ook op Uniswap de orderafhandeling laten doen. Omdat je hebt gewoon niet contacten met 10 verschillende liquiditeitproviders. En je kiest de beste, maar je hebt gewoon gekozen voor Uniswap. Nee, als er een andere goedkoper is, dan zou die op de andere uitvoeren. Alleen de kans is groter bij een pool met meer liquiditeit, dat die daar ook op wordt
wordt afgehandeld. Nou, dat sinds al die FTX allemaal problemen en Binance en dat de regulators allemaal klagen erover en uit Nederland vertrekken, is gedecentraliseerde exchanges zijn een beetje in opkomst. Hè? Jij gaat nu vrijdag, aanstaande vrijdag, ga jij je eigen exchange beginnen. Vertel even over dat project. Ja, aankomende vrijdag gaan wij live. Nou, wat we eigenlijk hebben gezien de afgelopen jaren, dat veel mensen in onze omgeving eigenlijk best wel graag gedecentraliseerd willen handelen. Zeker mensen die hebben al wat crypto-ervaring bij inderdaad bijvoorbeeld een partij, hè, die je net noemt. Maar ze weten niet waar te moeten beginnen. Dus wij willen het eigenlijk met Blunded willen wij de toegang bieden tot de gedecentraliseerde markt met een goede helpdesk. We hebben gratis kennissessies waar mensen in kunnen bellen. Dus wij leren ook, we leggen alles uit van het wallet aanmaken tot het gebruiken van het handelsplatform. Die meer kansen te geven, meer pijpelijk mee te maken. We gaan er dat de prijzen zijn. Wat hebben jullie voor een business model? Wij werken met een transactiefee. Wat wij de services van Skipoint, dus wij gaan een sessie en daar zit het enorme vaart. Dus dat is niet echt alles open voor mij. Als mensen dan ik later of bij Bitcoin percentages. Wij focussen niet op prijs. Het kan op het moment zijn. We kunnen absoluut niet. Maar oké, okay. Je begint met 0,85%. Ja, en dat is absoluut niet onze belofte. Dus het kan zijn dat het goedkoper is, maar dat is absoluut niet. Kijk, wij zitten op service en op een fijn platform en dat is onze propositie. En wie zijn we? We zijn met een team met z'n drieën. Mijn compagnon Jean van Houten en onze techlead Marcel Hoestra. En, dus waar komen die vandaan? Nou, we kennen elkaar eigenlijk nog van vroeger uit Arnhem. En dus daar is het ooit ontstaan. En ik heb met Jean-Paul van Houten gestudeerd en we zijn later bij elkaar. Oké, studentengroepje, maar wat hebben ze gedaan om dit soort dingen mogelijk te maken? Marcel is onze techlead. Die heeft plus 20 jaar ervaring in ontwikkelen en het laatste jaar ook in blockchain. Jean-Paul van Houten die heeft meerdere bedrijven geadviseerd in het opzetten van marketing. En ik mezelf heb ik een financiële achtergrond met een ervaring in de grondstoffenindustrie. Okay. www.blunded.com blunded.com Oké, okay, nou, vrijdag gaan kijken en probeer het eens even uit, gedecentraliseerd. Als je MetaMask hebt, is het heel makkelijk. Ik ga het in ieder geval eens even proberen.